Dit is Jong Ondernemen, een serie in samenwerking met de KVK en Stichting Jong Ondernemen, waarin studenten de kans krijgen om mee te kijken bij inspirerende ondernemers. En ze mogen echt alles vragen en gaan onderzoeken of het ondernemerschap wel echt bij ze past. We trappen af met een vrij nieuwe tak van ondernemers, namelijk de content creators. Nou, ik ben hier vandaag met Vivienne. Hoi. Vivienne, jij studeert momenteel creative business, toch? Ja, klopt. Oké, en jij hebt een droom. Vertel. Het lijkt me echt super tof om volledig creatief te kunnen zijn in wat voor content je maakt en hoe je dat naar buiten brengt. En ik hou echt van met mensen praten, voor mensen spreken en het feit dat je die dingen zou kunnen combineren en daarnaast misschien nog andere dingen kunnen doen, ja, dat is gewoon echt een droom. Ik denk dat het helemaal goed gekomen met al die vragen die je hebt. Ik heb een iPad meegenomen, dankjewel, waarop een videootje staat van die ondernemer. Okay. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Okay. De ondernemer van vandaag is content creator Moïse Trustful. Je kunt haar kennen van het YouTube-kanaal Nieuwe Gasten. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Daarnaast heeft ze haar eigen horecazaak, is ze ambassadeur van Plan International. En alsof het nog niet genoeg is, ze runt ook nog eens haar eigen kledingmerk. Als maker creëert Moïse zelf de content voor al deze verschillende merken. Ja, tof. Ja? Heel tof. Eerste indruk? Ja. Ja, gewoon super cool. Precies wat je zei, echt een bezige bij. Oké, okay, ja. Want je kent haar al, of niet? Ja, ik ken haar ook van haar restaurant, van haar kledingmerk. Oké, okay, nou, dat gaat helemaal goed komen volgens mij met jullie. Ik denk De zaak, die zit hier, de kledingwinkel. Heb je niet wel gezien dat, maar die zit dus precies hier. Dus ja. We gaan even naar de toekomst is er binnen. Top, laten we doen. Nou, goedemiddag. Goedemiddag. Kijk eens wie ik heb meegenomen. Hallo. Hoi. Hoi. Moïse. Hi. Wat leuk dat ik met je mee mag lopen. Ja, tuurlijk. Ja, vertel, wie ben je, wat doe je? Ik ben Moïse en we staan hier nu in mijn winkel. Deze heb ik sinds 2019 en ja, hier werk ik dagelijks en maak ik ook heel veel online content voor. Dus ik geloof dat we daar vandaag over gaan hebben. Ja, echt heel erg cool. Ik ga er straks tussenuit om jullie lekker samen alleen te laten. Maar voordat ik ga, ben ik eigenlijk benieuwd, wat ben je vandaag met haar van plan? Nou, we gaan hier beginnen. We gaan even een rondje maken en we gaan even kijken wat ik op een dag hier doe. Ja. En vervolgens gaan we straks naar mijn restaurant toe, want ik heb ook een restaurant in Amsterdam. En ook daar maak ik vaak content voor, dus dan gaan we daar nog even een kijkje nemen. Cool. En dan krijg je wat opdrachten mee. Spannend! Oeh, spannend. Ja. Nou goed. Enjoy. Ik Dankjewel. Ben bijna jaloers dat je erbij kan zijn. Ja? En, nou, ja, ik geef jou ook nog wat opdrachten mee voor thuis. Dat is raar. Ja. Ik check straks bij jullie in, yes? Helemaal goed. Oké, okay. Doei. We hebben net deze twee truien onder andere binnengekregen. Wij gaan foto's maken met deze truien, want die worden straks nieuw online gezet. En dan moeten we even een leuke foto hebben voor social media of okay. Mee. Voorkeur, groen, zwart. Doe eens gek, doe maar groen. Ja, dat is groen. Met doe ik zwart helpen? Aan. We waren net in mijn kledingwinkel, ja, daar cool. Heb ik je het een en ander verteld en we gaan nu naar Poppies, naar mijn restaurant. En ik dacht, als we dan toch in de auto zitten, dan laat ik je meteen even zien hoe een brainstorm gaat. Want ik moest Lieke en Bram nog spreken van nieuwe gasten. Dat doe je ook nog? Ja, doen we er ook nog bij. En toch. Dat is ideaal. Mijn automomentjes zijn altijd perfect voor interviews of belletjes, meetings. Dat ben ik altijd allemaal in als ik in de auto zit. Want je moet natuurlijk nog wel even reizen van je locatie van je winkel naar de restaurant. Dus toch van Beverwijk naar Amsterdam. Ja. Van een half uurtje en dan weet ik altijd, oh, dat half uurtje dat gebruik ik altijd slim. Voor dat soort dingen. En dat scheelt dus ook weer tijd op de dag. Heel slim. Dus dat gaan we nu doen. Oké. Okay. Kijken of ze er al in zitten. Hoi. Jongens, dit is Fief en Fief die loopt een dagje met mij mee. Hoi. Dit is het restaurant. Oh, wat leuk! Zijn er ook momenten dat je echt denkt, oh, ik heb er gewoon geen zin? Oh ja, heel vaak. Ja? Ja. Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen wel eens naar zijn werk gaat en denkt, vandaag even niet. Ja. Maar het hoort erbij. Het is gewoon part of the job en iedereen doet dat. En ja, soms is je werk geweldig en soms is het gewoon even doorbijten. Maar dat is ook wat iedereen doet. En wist je dat dit uiteindelijk, zeg maar, de combinatie van alles wat je doet, de jobs waarvoor je kiest, was het wat je had verwacht dat het zou zijn? Ik heb wel altijd geweten, ik wil geen baas hebben. Mm-hmm. En dat heb ik niet en daar ben ik heel blij mee. En dat yeah. is iets wat ik zo lang mogelijk wil blijven hebben. Dat ik gewoon zelf mijn dingen in kan plannen. Ja. Want daar word ik gewoon echt heel gelukkig van. Voelt het echt als vrijheid?
in die zin, want je kampvers ben je niet vrij. Ja, aan de ene kant heel vrij, maar aan de andere kant ook als je op vakantie gaat als ondernemer heb je gewoon nooit echt vakantie. Nee. Dus het is ook, socials gaan door, als er hier opeens crisis is of ik zeg maar wat, de vaatwasser is kapot. Ja, dan word ik toch opgebeld met, waar trekken we even een paar duizend euro vandaan? Want er moet nu een nieuwe vaatwasser komen. En er is altijd iets als ondernemer. Dus ja. Het heeft voordelen en het heeft nadelen. Het enige wat ik nog misschien anders zou doen, maar dat is ook een beetje smaak. Ja. Dat valt me op dat jij heel vaak schuin foto's maakt. Ja, klopt. Ik hou een tik dat ik doe. Ja. Heel erg van recht en uitgelijnd. Ja. Dus niet kantelen, maar gewoon wat meer recht proberen. Ja. Verder een hele mooie foto. Ik zou alleen dat, kijk, je kan hem natuurlijk hierin ook aanpassen en dat je de horizon verschuift. Maar je kan het makkelijker maken. Als we er nu toch zitten, maak er nog even één of twee en die recht. Ja. En als we, dan weet ik zeker dat we hem hebben. Dat we hem goed zitten. Oké, goede tip. Je bent natuurlijk veel met content bezig, maar hoe ga je om met negatieve reacties die daarbij komen? Want dat hoort er ook bij. Goeie vraag. Ja, die horen er zeker bij. En het ligt er ook aan wat diegene zegt. Het is een beetje knop omzetten. Vaak denk ik gewoon, ik blokkeer je, ik ken jou niet. Jij kent mij waarschijnlijk gewoon ook niet. Kijk, zegt iemand iets onaardigs tegen jou die je kent, dat is kak. Want dan, diegene ken jij. Ja, en dat raakt je maar deze dieper. Mensen ken je niet. Dus dat ik ook denk, ja, jij kent mij niet, ik ken jou niet. Waarom zou jij een mening over mij hebben? Loslaten. Ja. Ja. Ik word gebeld. We hebben een beller. Door Joshua. Neem deel. Dag dames! Hi. Hallo! Ik heb er heel hard aan het werk gezet. Leuk, leuk, leuk. En hoe bevalt het inzichtje in het ondernemertje krijgt? Ja, ik moet zeggen, het voelt echt alsof ik hier 3 dagen gewoon met je ben geweest. Alsof ik zoveel heb ik meegemaakt en zoveel gezien en vragen gesteld. Ik heb echt je heel veel vragen gesteld. Ja. Ik hoop dat ze niet gek van me wordt, maar het was echt heel tof. Nou, top. Jullie zien er ook uit alsof je aan het genieten bent. Maar je hebt nu heel erg mogen meekijken, maar zometeen moet je het ook zelf aan doen natuurlijk. Hè? Dus Moïse, kan je mij en haar vertellen wat de opdracht is, want ik weet het ook nog niet. Zeker. Wat jij gaat doen is een video maken voor jouw toekomstige social media kanalen. Oké. Okay. Dus, een welkomstvideo? Iets van een campagne? Ja. Okay. Doe maar de allereerste video die jij zou maken, dus hoe gaat het kanaal eruit zien, wat kunnen kijkers verwachten, ik geef nu eigenlijk al veel te veel tips. Ik ga mijn best doen, ik zie nu al hoge standaarden, dus ik ga proberen het you een beetje this. Te meten. Hallo mensen, ik dacht gelijk bij die opdracht toen ik dat hoorde van, hele goede stok achter de deur, dus ik vind het wel spannend. Ik zit even na te denken waar ik de welkomstvideo, wat de opdracht is, ga opnemen. Maar ik heb toch besloten om het gewoon op één plek te doen. Namelijk hier, lekker in de woonkamer. En ik wil, omdat het toch maar max een minuutje of zo gaat duren, wil ik wat meer op de inhoud focussen en niet zozeer op de poespas eromheen. Nou dames, Vivienne, Moïse, moment van de waarheid. Hoe heb jij het gehad de afgelopen periode? Meekijkend bij Moïse. Ja, echt top. Echt heel erg top. Mijn hoofd zit echt vol met indrukken. Maar ik vind het vooral echt heel leuk dat ik van alles wat heb meegekregen. En dat ik van alles wat heb mogen zien. En echt ook wel echt respect voor je hoe je bij alle ondernemingen die je hebt heel krachtig overkomt. Dat is echt inspirerend. Wat leuk. Mooi. Dus je hebt gezien de high highs, low lows. Ja. Maar uiteindelijk, het is hard werk als ondernemer. Ja. Wil je het nog steeds? Ja, fijn dat ze het nog steeds wil. Dat ze niet hierna dacht van, nu wil ik echt niet meer. Kan nog komen, hè? Misschien ben ik straks een volledig andere wat mee. Het is echt, kom ik met feedback? Dat wil jij niet meer. Ja, precies. Oh ja, de opdracht moet ook nog komen. Pam, pam, pam. Daarover gesproken, dat is pas echt het moment van de waarheid natuurlijk. Want jij hebt natuurlijk een opdracht gemaakt. Ja. Hoe vond je het om te doen? Leuk. Goeie stok achter de deur. Ik heb nog wel eens moeite omdat ik zo bang ben dat het perfect moet zijn. Het eerste wat ik doe, dat ik er niet aan begin. En nu moest ik wel. En nu moest het echt. En nu moest het echt. Ja. En dat is echt super goed voor me. Nou laat goed. Maar zien. Kom maar door. Oké. Okay. Hoi en wat leuk dat je kijkt naar deze video. De allereerste video van dit kanaal. Ik ben Vivienne en ik zit hier vandaag lekker in mijn comfy trui. Misschien herken je het wel, maar door de jaren heen heb ik behoorlijk wat struggles gehad met de manier hoe ik naar mijn lichaam keek en hoe ik over mezelf dacht. En op een gegeven moment ben ik into de krachttraining gerold en dat heeft voor mij
alles veranderd. Wat krachttraining voor me gedaan heeft, gaat veel verder dan uiterlijk. Ik pas het toe op alle andere vlakken in mijn leven. Wat het heeft gedaan voor mijn discipline, mijn doorzettingsvermogen, mijn zelfverzekerdheid. En dat is de insteek van dit kanaal. Om je een realistisch en herkenbaar beeld te geven van die kant van sporten en voeding en mindset. Hoe je dat kan doen, hoe andere mensen dat doen. En zodat jij je ook kan identificeren met wie er tegenover je op het scherm zit. Ik ga stoppen met lullen en ik wil je bedanken voor het kijken en hopelijk blijf je een beetje rondkijken op dit kanaal. Ik vind het heel leuk. Nou. Echt zo leuk en zo persoonlijk. Oh, ik moet niet eens een feedback geven hier, zo moet jij doen. Ja, jij mag ook van mij. Ik vind dit echt heel erg goed. Ik vind het super persoonlijk. Ik wil wel zeggen, ik zou je meteen gaan volgen, want ik moet echt meer krachttraining gaan doen. En ik denk ook voor, als je dit voor je persoonlijk Instagram hebt, dat het super, het is een hele concrete doelgroep die je aanspreekt. Dus ook super fijn om samenwerkingen mee aan te gaan. Ik zou je helemaal volgen. Ik vind het helemaal leuk. Ga dit maar helemaal opzetten. I'm your biggest fan. Nou, echt tof. En misschien needless to say, bijna niet eens nodig om te vragen, maar als je dan haar ervaren de afgelopen tijd, je hebt het gezien, ja. Wat is je conclusie? Ja, dat ze het superleuk doet en vooral de motivatie, dat is iets waar ik eigenlijk altijd heel erg naar kijk. En als dat goed zit, dan komt de rest sowieso vanzelf wel. Dus ik denk dat jij nog wel ver gaat komen. Wauw. En jij bedankt dat ik gewoon van jou mocht leren en met jou mocht meekijken. Alleen maar heel leuk. Echt super tof. Ja. Hey, leuk man. Echt Kijk, heel top. Kijk, top. Dankjewel. Vind jij ondernemen nou ook zo leuk? Of wil je misschien zelf een onderneming starten? Dan kunnen wij je wel een beetje uit de brand helpen. Dus kijk op kvk.nl/jongondernemen en wie weet kom je daar verder. Doei doei! Yeah.